Eten doet hij alweer een beetje, maar het had weinig geschild of deze kat had de paasdagen niet overleefd. Gisteren werd het dier gevonden in deze glascontainer aan de Vijke Klokstraat in Oude Pekla, moedwillig door iemand in de container gegooid. De kat, die nog geen jaar oud is, was gekneveld met gele tape. Ook zijn bek was dicht getaped. Het dier werd opgemerkt door buurtbewoners. Kennen ze van ons? Miranda, die gooit hier een, uh, een glas in de container. En die hoorde van miauwen. Die denkt van, wat is hier nou aan de hand? En die loopt naar huis om de politie te bellen. Ondertussen komt haar zoontje bij ons en die zegt, er zit een kat in de glasbak. Ik zei, nou, dan lopen we even heen kijken. Ja, we zagen hem zitten. Toen heb ik hem eruit gepakt. En toen bleek dus dat zijn kop afgetaped was. Zijn pootjes zaten helemaal vastgetaped. En dat is een, te gek voor woorden. Niet normaal. De dierenambulance onderzocht het beestje. Wonden boven wonden was hij amper gewond. Wel had het dier wat glassplinters in zijn pootjes en had hij veel dorst. Niemand wist hoe lang hij in ingezet had. En had hij echt een uitgedroogde bek om dat in eerste instantie water te geven. Daarna kregen we van iemand anders een bakje met water en een beetje melk erin. En toen kwam hij dus een beetje bij allemaal. Maar hij was erg gestrest. Ja, zonder meer. Ik denk, als je nou je kat echt kwijt wil brengen het asiel. Maar zoiets doe je niet. Het is te gek voor woorden. Niet normaal. Wie verantwoordelijk is voor de dierenmishandeling is onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Als de kat volledig hersteld is, gaat hij naar het asiel en wordt een nieuw baasje voor hem gezocht.